Leid je eigen leven. De essentie van grootheid is het vermogen om persoonlijke vervulling te kiezen in omstandigheden waarin anderen krankzinnigheid kiezen. Kijk eens achterom. Je zult een voortdurende metgezel zien. Noem hem bij gebrek aan een betere naam je eigen dood. Je kunt deze bezoeker vrezen of hem tot je eigen persoonlijk voordeel gebruiken. De keus is aan jou. Daar de dood een eeuwigdurend gegeven is en het leven adembenemend kort, moet je jezelf eens afvragen: Moet ik dingen laten die ik eigenlijk doen wil? Moet ik mijn leven leven zoals anderen dat van mij verlangen? Is bezit vergaren belangrijk? Is je afzijdig houden de beste manier van leven? Er is alle kans dat je antwoorden in een paar woorden kunnen worden samengevat. Leef, wees jezelf, geniet, heb lief. Je kunt vruchteloos je dood vrezen of je kunt hem gebruiken om te leren effectief te leven. Luister naar Tolstoïs Ivan Iljits die op de grote nivelleerder wacht en nadenkt over een verleden dat geheel door anderen werd beheerst, een leven waarin hij zich geheel ondergeschikt heeft gemaakt aan een systeem. En als mijn hele leven nu eens verkeerd is geweest? De gedachte kwam bij hem op dat wat tevoren volkomen onmogelijk had geleken, namelijk dat hij zijn leven niet had geleefd zoals hij had behoren te doen, uiteindelijk wel eens waar kon zijn. De gedachte kwam bij hem op dat zijn nauwelijks waarneembare impulsen, die hij onmiddellijk had onderdrukt, wel eens echt konden zijn en de rest vals. En zijn beroepsbezigheden. En de indeling van zijn leven en dat van zijn gezin en zijn sociale en ambtelijke interesses waren misschien allemaal vals. Hij probeerde dit alles voor zichzelf te verdedigen en plotseling voelde hij hoe zwak het was wat hij verdedigde. Er viel niets te verdedigen. De volgende keer dat je wikt en weegt, wanneer je je afvraagt of je al of niet het heft van je leven in handen zult nemen, een eigen keus zult maken. Stel jezelf dan eens deze belangrijke vraag. Hoe lang zal ik dood zijn? Met dat eeuwig perspectief voor ogen kun je nu je eigen keus maken. En het getop, de angst, de vraag of je je het al of niet veroorloven kunt en de schuldgevoelens overlaten aan degene die wel het eeuwige leven hebben. Als je dergelijke stappen niet gaat ondernemen, staat je te wachten dat je je hele leven zult leiden zoals anderen zeggen dat je leven moet omdat je verblijf op aarde maar zo kort is, moet het op zijn minst aangenaam voor je zijn. Kortom, het is jouw leven. Doe ermee wat je wilt. Geluk en je eigen IQ. Je eigen leven in handen nemen houdt in afrekenen met enkele heersende mythen. Een van de belangrijkste hiervan is het idee dat intelligentie wordt afgemeten. Aan je capaciteit om ingewikkelde problemen tot een oplossing te kunnen brengen, om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op een bepaald niveau en om abstracte vergelijkingen snel te kunnen oplossen. Bij deze visie op intelligentie worden formeel onderwijs en boekengeleerdheid gezien als de ware maatstaven voor zelfvervulling. Het moedigt een soort intellectueel snobisme aan. Dat tot enkele demoraliserende resultaten heeft geleid. We zijn gaan geloven dat iemand die meer diploma's heeft, die een kraan is in een of andere tak van onderwijs, wiskunde, natuurkunde, een uitgebreide vocabulaire heeft, een geheugen voor oppervlakkige feiten, snel leest, intelligent is. Toch zitten de psychiatrische inrichtingen vol met patiënten die alle mogelijke diploma's hebben en met patiënten die geen enkel papiertje bezitten. De juiste barometer voor intelligentie is een effectief, gelukkig leven. Elke dag opnieuw en elk moment van elke dag. Als je gelukkig bent, als je uit elk moment haalt wat er uit te halen valt, dan ben je een intelligent mens. Problemen oplossen is een nuttige bijkomstigheid voor je geluk. Maar als je weet dat het je niet gegeven is een bepaalde moeilijkheid op te lossen en je kunt toch geluk voor jezelf kiezen. Of minstens weiger voor ongelukkig zijn te kiezen, dan ben je intelligent. Je bent intelligent omdat je het beslissende wapen bezit tegen de grote zenuwinzinking. Misschien verbaast het je te horen dat er niet zoiets als een zenuwinstorting bestaat. Zenuwen storten niet in. Snij iemand open en zoek de ingestorte zenuwen. Je zult ze niet vinden. Intelligente mensen krijgen geen zenuwinstorting omdat ze zichzelf in de hand hebben. Ze weten hoe ze geluk boven depressiviteit kunnen kiezen omdat ze weten hoe ze met de problemen in hun leven moeten omspringen. Let op, ik zeg niet de problemen oplossen. Hun intelligentie meten ze niet af aan hun capaciteit om het probleem op te lossen, maar eerder aan hun capaciteit om gelukkig en waardevol te blijven. Of het probleem nu opgelost wordt of niet. Je kunt aan jezelf als echt intelligent gaan denken op basis van hoe je je wenst te voelen onder moeilijke omstandigheden. De levensstrijd is voor ieder van ons ongeveer hetzelfde. Iedereen die met andere menselijke wezens in willekeurig welk sociaal verband betrokken is, heeft soortgelijke moeilijkheden. Meningsverschillen, conflicten en compromissen horen bij het mensenleven. Ook geld, oud worden, ziekte, sterfgevallen, natuurrampen en ongelukken zijn allemaal gebeurtenissen die voor alle menselijke wezens problemen scheppen. Maar sommige mensen slaan zich er goed doorheen, weten verlammende neerslachtigheid en ongelukkig zijn ondanks dergelijke gebeurtenissen te vermijden, terwijl anderen bezwijken, apathisch worden of een zenuwinstorting krijgen. Degene die problemen erkennen als een onderdeel van het menselijk leven. En geluk niet afmeten aan aanwezigheid van problemen, zijn de meest intelligente mensen die we kennen en ook de zeldzaamste. Leren jezelf totaal onder controle te hebben, zal een geheel nieuw denkproces vereisen, een proces dat moeilijk kan blijken, omdat te veel krachten in onze maatschappij samenspannen tegen individuele verantwoordelijkheid. Je moet vertrouwen op je eigen capaciteit om emotioneel te voelen wat je verkiest te voelen. Op welk tijdstip in je leven ook. Dit is een radicaal denkbeeld. Je bent waarschijnlijk opgegroeid met het geloof dat je je eigen emoties niet onder controle kunt houden, dat woede, angst en haat, evenals liefde, extase en vreugde, dingen zijn die je overkomen. Een individu beheerst die dingen niet, hij accepteert ze. Wanneer droevige gebeurtenissen plaatsvinden, moet je je natuurlijk bedroefd voelen. En maar hopen dat zich gauw een gelukkige gebeurtenis voordoet, zodat je je weer goed kan gaan voelen. Kiezen hoe je je voelen wilt. Gevoelens zijn niet gewoon emoties die je overvallen. Gevoelens zijn reacties die je verkiest te hebben. Als je je emoties beheerst, hoef je geen zelfvernietigende reacties te kiezen. Als je eenmaal geleerd hebt dat je kunt voelen wat je verkiest te voelen. Ben je op weg naar intelligentie? Een weg die geen zijpaden kent die naar een zenuwinstorting leiden. Deze weg zal nieuw zijn omdat je een bepaalde emotie eerder zult zien als een keuze dan als iets onvermijdelijks. Dit is de kern van persoonlijke vrijheid. Je kunt de mythe van het niet onder controle hebben van je emoties met logica doorprikken. Door het gebruik van een eenvoudig syllogisme. Een formulering in de logica die bestaat uit een major premisse, een minor premisse en een conclusie gebaseerd op de overeenkomst van de twee premissen, kun je beginnen aan het proces om jezelf onder controle te krijgen. Verstandelijk zowel als emotioneel. Logisch syllogisme: Major premisse: Aristoteles is een man. Minor premisse: Alle mannen hebben gezichtshaar. Conclusie. Aristoteles heeft gezichtshaar. Onlogisch syllogisme. Major premisse. Aristoteles heeft gezichtshaar. Minor premisse. Alle mannen hebben gezichtshaar. Conclusie. Aristoteles is een man. Het is duidelijk dat je er bij logica voor zorgen moet dat je manor en minor premissen overeenkomen. In het tweede voorbeeld zou Aristoteles een aap of een mol kunnen zijn. Hier volgt een logische redenering die voor altijd het idee kan uitschakelen dat je je eigen emotionele wereld niet in je macht hebt. Verder luisteren? Ga naar Storytel.com.